Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden speelt een grote rol in het nieuwe boek van Tom van der Laken, het pseudoniem van wetenschapsjournalist Tom Buitendorp. In het boek nemen hoofdpersonages Nicolas en Gina de lezer mee in het fictieve onderzoek naar waarom ons oorsprongsverhaal verdween uit de oudste Bijbels. Het is een nieuw genre, de True Quest hebben we het genoemd, omdat het mysterie echt is rond een Leidse codex. Maar ook de meeste aanwijzingen echt zijn, waarvan er een aantal in dit museum te zien zijn. En de helden die lopen door dit museum en als lezer kun je, als je het boek gelezen hebt, dat ook doen. Achterin zit er ook een kaartje van het museum waar staat welke objecten er te zien zijn. En dat begint bijvoorbeeld met deze tempel op de achtergrond. De twee helden, Gina en Nicolas, komen in het museum binnen, zien die tempel en lopen naar binnen. En ontdekken daar aanwijzingen in die ook echt zijn, die later in het verhaal terugkomen. En waar een wetenschap op de achterkant ook van zegt van nou, er zijn echt wel dingen in die ons uitdagen als onderzoekers om er verder onderzoek naar te doen. Gina is een Italiaanse journaliste en Nicolas is een Franse verzamelaar. Die door toeval op het spoor komt dat er een stuk ontbreekt in de oudste Bijbels die we hebben. Dat het scheppingsverhaal daarin altijd ontbreekt. En hij ontdekt, en dat is echt zo, dat hier in Leiden een codex ligt, een oud Romeins boek. Wat daar met geheimzinnige tekens informatie over bevat. En zo komt hij meer dingen op het spoor die echt bestaan. En dat spoor dat voert hen op een gegeven moment ook naar Egypte. En het mooie is dat je daarvan in dit museum dingen echt zelf kunt bekijken. Een voorbeeld kun je daar zien. De helden die gaan die wanden afspeuren met hun zaklamp. Op een gegeven moment komen ze dan hier een hele oude tekst tegen. Dat blijkt een koptische tekst te zijn. Er staat een kruisje. En daarachter staat in de koptische Jacob. We kijken hier naar een offerkapel. Waar de nabestaanden offers brachten aan de overledene. Die zelf heel diep in de grond begraven lag. En hij verziende het overledene hier. Hier staat hij. Het is symmetrisch. Hij kijkt van beide kanten aan. Hier staat er ook nog een vervloeking op voor mensen die het graf schenden, dat er verschrikkelijke dingen mee gebeuren. En het mooie aan dit geheel is dat het je uitnodigt om naar binnen te gaan. En dat op de wanden ook is afgebeeld hoe die nabestaanden offers brengen en met je meelopen door die gang om in die kapel binnen uit te komen. En hij is heel mooi bewaard en je kunt aan het eind ook zien dat er een gat in zit. En dat is van grafrovers al uit de Egyptische oudheid. Die hoopten dat erachter nog hele bijzondere dingen zaten en daar een gat hebben gemaakt. Nicolas legt Gina ook een gegeven moment uit hoe de hiërogliefen zijn ontcijferd. Dat is Champollion, daar zie je hier een afbeelding van en een document wat hij daarbij gebruikte. En Nicolas leert Gina ook hoe je in één minuut kunt leren hele simpele hiërogliefen te lezen. En als lezer krijg je die cursus ook mee. En zijn er ook voorbeelden in het boek en dan kun je dat opeens lezen. En die voorbeelden zijn ook in dit museum te zien, maar dat is dus allemaal begonnen met Champollion. Waarvan we hier de platen zien en ook een notitieboekje van Champollion zelf toen hij 15 jaar was. En het aardige is dat je dit als bezoeker zo kunt bekijken door de lade open te trekken en al die oude afbeeldingen zelf eens te bekijken. En dat hoort bij het hele boek eigenlijk, dat je op quest bent en als lezer die quest zelf ook voor een deel kunt beleven. Door hier in het museum, maar ook bijvoorbeeld in Louvre en op andere plekken persoonlijk te gaan kijken om het nog eens terug te zien.